De commissie Vrouwen in de Gewapende Machten heeft gisteren een lezing gehouden over gelijkwaardigheid in de seksuele reproductiviteit. Deze activiteit is gehouden in verband met de Internationale Dag van de Vrouw vandaag. Vertegenwoordigers van Stichting Lobby gingen in op actuele vraagstukken op het gebied van borst- en baarmoederhalskanker, als ook HIV en AIDS. De lezing was druk bezocht door vrouwen uit onder andere het politie- en brandweerkorps, het korps penitentiaire ambtenaren en defensie. Commissievoorzitter Wameni Eria benadrukte dat de Surinaamse vrouw evenveel rechten heeft als de man. Steeds meer vrouwen volgen een opleiding en klimmen langzaam maar zeker hoger op de maatschappelijke ladder. Ze ziet graag dat deze trend wordt voortgezet. De commissie Vrouwen in de Gewapende Machten is vorig jaar geïnstalleerd door het ministerie van Defensie en heeft als doel de samenwerking van vrouwen onderling te bevorderen. De lezing is gehouden in Stichting Reïntegratie Ex-Militairen.